Je denkt toch niet dat Ajax één schijn van een kans maakt? Natuurlijk wel, het is in Amsterdam. Liverpool, de beste club van Engeland. Ze krijgen een broekie. Ze hebben wel met 5-0 van Feyenoord gewonnen. Ja, van Feyenoord. Maar van Sparta winnen ze niet en van Liverpool al helemaal niet. Ah, kijk nou toch, die Sjaak Zwart. Wat een dijen. Ja, verwijfd zijn ze wel. Maar die Engelsen, die gaan door een glazen deur. Die zien dat Ajax niet eens staan. Ja, Engeland is natuurlijk wel wereldkampioen. Wat dacht jij dan? Ja, maar dat was in Engeland. En nu spelen we thuis. We? Ja, Klaas Nieninga, die komt toch uit Hemmen Kompaskewel. Uit Winschoten, toch? Jawel. Hij heeft een Drents paspoort. Zal wel vervals wezen. Klaas, hè, die kwam altijd bij oom Tjerre op bezoek. Ja, om te trainen. En dan gingen ze samen de hei op om de schapen te hoeden. Ja, zonder hond natuurlijk, want Klaas, die was de hond. En dan cirkelde die zo rondom die kudde. Nou, dat was geweldig. Ja, daar heeft hij die snelheid van. Ja. Hij heeft gewonnen de zilvervlucht. Hij heeft gewonnen de zilvervlucht. Zo was je er eindelijk, overloper. Overloper? Ja, jij was toch altijd voor Fortuna Vlaardingen? Ja, ik hoop het inderdaad. Was, jij zegt het, was. Maar de hoofdredacteur van de Bruin Rotterdammer kan het eigenlijk niet permitteren om geassocieerd te worden met een clubje dat uitkomt in de tweede divisie B. Simon, het gaat toch om clubliefde? Helaas, Nel. Resultaat. Het enigste dat nog telt. Wat heb je trouwens voor een belachelijk ding al? Ajax-jut. Het lijkt wel een Ajax-jurk. Ja. Is het eigenlijk ook? Hé? Hij is namelijk van Amy Scholten geweest. Je weet wel, de vrouw van Huip. Amy, die heb jaren lopen bekken in Ajax 2. Hoe ken dat nou vrouwenvoetballen toch niet? Nou, maar dat kun je bij Amy niet zien. Niet? Nee, je hebt een haar op de DNL. Daar is Sjaak Zwart een weesmeisje bij. Nou, dan kunnen ze er beter vanavond gelijk opstellen, want dan maken ze misschien nog een kleine kans. Nee, nee, want Amy die heeft de concurrentieslag verloren van Wim Zuurbier. Ja, zij was gemener, maar hij was sneller. Andere mensen, hebben jullie trouwens zin om vanavond mee te gaan? Waarheen? Naar de wedstrijd. Heb je kaartjes dan? De bruin toch altijd. Nou, ik ga het liever gewoon dood. Dat is toch je kopers. Dat is toch goed, man. Ik heb 5 kaartjes. Maar we zijn maar met z'n vieren. Ja, maar Henk gaat ook mee. Welke Henk? Henk van den Berg. De Ajax-supporter van het eerste uur. Weet je wat we dan doen? Dan pakken we de Anglia. Rijden we hier om 1:55 weg. Eten we eerst nog een lekker tongetje op het Leidseplein. Weet je wel, bij de Oesterbar. Hè? En met een beetje mazzel zitten de Ajaxiden er ook. Echt waar? Ja, die eten daarvoor elke wedstrijd een biefstuk. De hele selectie, de kom, die tent, hè, die zaak, die is van Piet Keizer. Ik ga voor mijn verdriet nog niet mee. Maar dan pas jij gezellig op de kleine. Hij is fijn. Ik heb wel een kaartje over. Ja, maar dat geef niet, want die verpats ik gewoon bij het stadion. Kom op, Jacobus. Je denkt toch niet dat ik zo naast jou ga zitten? Dan ga jij toch lekker met de brommer. Jonge, 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 jonge. Meiden, het is 5:00, hè? Gezellig. Doen we voor 1 keer de zaak wat vroeger dicht. En dan gaan we gezellig naar Amsterdam. Ho, ho, nou. Ik ben de baas. Nou? Nou, dan doen we voor 1 keer de zaak wat vroeger dicht. En dan gaan we gezellig naar Amsterdam. In die wedstrijd tegen Beşiktaş dan? Beşiktaş? Die Turken, ja. Die hebben we uit met 2-1 gepakt, hoor. Turken, die kunnen alleen buikdansen. We hebben het hier wel over Liverpool, hoor. Die Kobus, die Engelse backs, die zijn zo traag als dikke stronder een vergiet. Zo is dat. Daar lachen Zwart en Keizer alleen maar op. En wat dacht je van Johan? Johan? Cruijff? Ja, ik weet wel wie Cruijff is. Nou dan? Je kent hem toch niet? Oh, nee? Nee. Hij heeft hem gisteren nog staan lopen te interviewen, hoor. Schijn nou eens uit. Jazeker. Ja, ja, in Amsterdam met Hilton. En zijn verloofde was er ook bij. Danny, een mokkelman, niet te geloven. Ik zei op een gegeven moment tegen Johan, ik zeg, zou jij de onoverkomelijke bezwaren tegen hebben als ik Danny binnenkort de riolen zou laten zien? Vond hij toch niet zo'n goed idee?
Nee, dat begrijp ik nog wel. Dat jij dat trouwens toch voor mekaar krijgt, Simon, zo'n interview. Het schijnt dat die Cruijff heel kieskeurig is als het om een krant gaat. Jawel, maar de Bruine Rotterdam heeft inmiddels zo'n goede naam al. Ze staan er tegenwoordig in de rij. Maar bel hij dan gewoon met Ajax? Nee. Met Cor Koster. Cor Koster? Ja, de aanstaande schoonvader. 100 gulden. Ga jij betalen voor een interview? Hij. Hé? Ja, krijg ik ervoor. Jongen. Cruijff werken aan zijn populariteit in Rotterdam. Oh ja, nou dat is dan paarden voor de zwijnen, want die mokumse showbinkies die motten wij hier helemaal niet. En met Charlie Bosveld kan jij geen interview krijgen. Een Spartaan zeker? Dan verkoop je toch helemaal geen bruine meer op Zuid? Nee, met een Ajaxiet zeker wel. Koop eens. Johan staat boven de partij. Ja? Johan is een soort godheid. Hè? Johan Cruijff, JC, het woord zegt het al. Wat sta je daar nou eigenlijk weer te maken, gek? Tomatus farcies. Wie zijn moeder? Gevulde tomaten. Lekker. Ja, maar vanavond op de tribune. Ik heb ze in 3 soorten. Ik heb ze met gehakt, met rijst en met inktvis. Inktvis? Ja. Pulpo delicioso. Ja! Dat lust toch geen mens? Delicatessen. Heerlijk, jongen. In de vakantie ook. In Lorette Mar. Mijn hospita. Zet ze de snorkel op en dan vangen ze met de blote handen. Sukken, jongens. En dan slaan ze zo beurs tegen de rotsen. Heerlijk. Ja, en dan lekker mayonaise erop en dan moet jij eens kijken. Nou, ik was al blij dat ik niet mee ging, maar nou helemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt u vooral verder? Ik heb een afspraak met ene meneer Harmsen. Aangenaam. Ik kom op de advertentie. Kom jij maar eens gezellig met mij mee. Hè? Zou je dat niet door mij laten doen, joh? Het is mijn baas. Ja, anders de mijne wel. Maar het is mijn vriend. Nee, niet fanatiek, hoor. De Harmsen? De oude vriendje Stokvis. Kijk eens wie er is. Oh. Mensen. En meneer Harmsen. Dat de hek, koeiban. Bederf je het nou niet? Nee, natuurlijk niet, meneer Harmsen. Het is net zo'n heugelijke dag. Nou. Wat wil namelijk het geval? Zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, sta ik altijd overal alleen voor. Oh. Ik doe er alles aan, hoor, meneer Harmsen. De koeiban. Neem me niet kwalijk, meneer Harmsen. Dag. Nou, zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, sta ik altijd overal alleen voor. Het leven van een directeur gaat niet over rozen. It's lonely at the top. Maar vanaf vandaag, Saskia. Heb ik de beschikking over een banner. Een bonnen. Koeiba, weet jij dan wat dat betekent? Ja, mijn armste van Sinterklaas. Sinterklaas? Ja. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Dat liedje. Koeiman. Zou jij dat dan even voor onze bonnen willen zingen? Tuurlijk, mijn arms, hè? Sibyl? Hè? Samen? Nee, tuurlijk niet, man. Jij en je eentje is veel mooi. Echt waar? Tuurlijk, ja. Oh, nou. Daar gaat hij dan.
Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in me regen, regen, tonnen. Gooi wat in me laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Een koeibaan. En banna is het Franse woord voor dienstmeisje. Oh? En Saskia is dus mijn nieuwe dienstmeisje. Meneer Harmsen, wat u gelijk hebt. Ik zeg net toch tegen die jongens hier, vlak voordat u binnenkwam. Ik zeg, als de RET ergens behoefte aan hebt, is het wel aan een dienstmeisje. De koeibaan, het is voor thuis. Ha, hopjes eindelijk ontslagen. De koeibaan, het is voor moeder. Ach, Sas heeft haar EHBO-diploma. En zij kan moeder dus verzorgen in verband met haar eczeem. Oh, tuurlijk. Dan kan zij lekker smeren. Heel goed, vriendje Stakvis. Ze trekt in op de avenue, hè, krijgt haar eigen boudoir. Handig. En vanavond laat Hapjes jou het huis zien. Heel fijn. En dan kijken we daarna gezellig naar Ajax Liverpool. Of hou jij niet van voetballen? Ik dacht het wel. Ik ben er gek op. Meneer Harmsen, zou u die wedstrijd niet veel liever in het stadion zien? Toch veel liever, vriendje Stokvis. Maar heb jij kaartjes? Jazeker. Hier zo. En dan zit hij dus samen met Hendrik en met Nel en met vriendinnetje Stokvis op de marathontribune. En het zijn er vijf, dus Hopjes kan ook mee. De Hopjes blijft in de auto. Ik laat de Rolls niet onbewaakt achter. Nee, tuurlijk niet. Plus, als Hopjes gras ruikt, nou, dan is het niet te houden. Voor je weet loopt hij ertussen. Dan denkt hij dat hij met voor is. Ja, dat kunnen we niet hebben, natuurlijk. Nou, koei maar, die zou eens moeten zien koppen. Meneer Harmsen, wat je doet, je verkoopt het vijfde kaartje gewoon met het stadion. Daar krijg je dik geld voor. Simon. Daar gaat ik toch mee? Jij, Koeman? Ja, meneer Harmsen. Ik ben Ajax-supporter van het eerste uur. Nou. Nee, ik hoop ze ken niet, want jij moet op kleine Jaapie passen. Ja, maar dat regel ik dan toch met mijn schoonmoeder. Oké. Okay. Nou, ik heb er Koeman liever niet bij. Wel, meneer Harmsen, maar Jaap zorgt natuurlijk wel voor de fourage. Moet je kijken. Dat zijn tomatensfarsies en... Die heb je helemaal zelf gemaakt. Koeibaan. Ja, meneer Harmsen. Gevulde tomaten is mijn specialiteit. Ik heb ze met rijst, met gehak en met inktvis. Oh, inktvis? Ja, pulpo... Delicioso. Ja, meneer Harmsen, het lekkerste wat er is, hè. En ik altijd op een vakantie ook, hè, in Loretto Mar. Dan zet ik mijn snorkel op en dan haal ik ze zo met mijn blote handen, hup, uit het zeewater zukken, jongens. En dan ram ik ze zo burst tegen een rots. En dan nog even naar de groenteboer voor een tomaatje. En eet u maar smakelijk. Dankjewel, Koeman. Zalig! Ik dank u wel. Maar vriend Stokvis, waarom ga jij eigenlijk niet mee? Ik neem dus de honneurs waar qua Saskia. Ik bedoel, Hopjes die rijdt toch met de Rolls? Ja. Nou, ik ken uw huis als de Riool, dus... dat komt wel goed, hoor, Sas. Gezellig. Nou, vriendje Stokvis, wat ben je toch een warm mens. Altijd al geweest. Maar één ding, Hopjes moet natuurlijk wel uitkijken vanavond, want het schijnt verschrikkelijk te gaan misten in Amsterdam. Nou, dat maakt Hopjes niks uit, hè. Die rijdt op gevoel. Oh. Nou, dat is mooi. En Jacobus, jij als Ajax-supporter van het eerste uur, ja, mag jij mijn Ajax-jurk om? Nou. Geweldig! Nou! Zwart. Hallo. Ja, dit is dus een Chateau Lange Bage. 1958. Een van de allermooiste pojaks die er zijn. En Mina Born, weet je niet, die geeft hem 5 sterren. Maar ik dus 6. Wat weet jij toch veel, Simon? Ja. Hofschap van Ian Kelleker. Dan gaan we dadelijk ook nog even naar boven. Huh? Want meneer Harms, die heeft een hemelbed staan, zeg. Ik krijg een paard de hik van. Echt.
Dat moet je zien. Geweldig hard schot van Kees. Gezellig. Weggewerkt. De zoete kou. Nou? 1-0 voor ons, meneer Harmsen. Ja, maar wie heeft er dan gescoord? Ajax, meneer Harmsen. Ja, dat begrijp ik ook wel. Goed, want anders was het 1-0 voor hen. Kees de Wolf. Kees de Wolf? Ik hoop dat Purmerend speelde bij Purmerend zit dit jaar voor het eerst bij de selectie. Maar wie doet er dan niet mee dan? Piet Keizer. Nee, hè? Kees de Wolf heeft net gescoord. Jawel, maar toch geen Piet Keizer. Goeie, man. Ik graag een toemaatje met inktvis. Met alle soorten van genoegen. Is er nog wijn? Dankjewel. Zus hebt de fles. Ik heb zelf dan niks gehad. Maar sorry, meneer Harmsen, maar dan komt er de mist. Mist? Ja, meneer Harmsen, het mist toch? Oh, vandaar dat ik niks zie. TV zie je het waarschijnlijk beter. Zou het? Nou, dan gaan we toch met z'n allen bij mij thuis kijken. Halen we dat dan nog? Tuurlijk, ze zijn pas 12 minuten bezig. Heeft u wel wat lekkers aan de keuken? Nou, uiteraard, de hapjes heeft een heerlijke lunchbaasje 58 uit de kelder gehaald voor bij thuiskomst. Lekker. Op dag 13. Mijn idee. Hé, hey, Slijmert, kijk een beetje uit met je tomaat. Ik heb een goede pakken. En nu kunnen ze nog zo geroutineerd en laconiek doen, die Engelsen. Maar u ziet het, ze worden knap overspeeld door dit Ajax. Oh, gelukkig is het nog aan de gang. Het is 9:45, jongens. Nog een kwartiertje. Ah. Is het staan? Geen idee. De lunchbarge 58 is reeds aangebroken, meneer. Oh, schenk mij er nog maar in. Dat zo'n Kuiphof dat nou niet even zegt, hè? Ja, veel beter is het niet. Nee. Nou, je kunt in ieder geval wat zien bewegen. Ja. Wel op. Vriendje Stokvis, je draagt mijn kabeljas. Wat maak jij nou? Ja, nee, ik zat even te kijken en toen moest ik plotseling een kleine boodschap. En Mozart in kamerjas? Ja, tuurlijk. Ik heb alles uitgegooid natuurlijk. Hè. Ik bedoel, die spanning van die wedstrijd en die open haard, joh. Hoeveel staat het? Nou, toen ik naar de wc ging, was het dus 0-0. En na 3 minuten was het al 1-0. Echt waar? Ja, doelpunt Kees de Wolf. Kees de Wolf? Ja, uit Purmerend. Speelde bij de Purmerijn. Zit dit jaar voor het eerst bij de selectie. Maar wie doet er niet mee dan? Dat Piet Keizer. Nee, hè? Kees de Wolf heeft gescoord. Jawel, toch. Ik bedoel, Piet Keizer. Hè? Piet, met die... Maar dat jullie al terug zijn, joh. In het stadion zag je geen hand verhogen. Oh, vandaar. Ja, vandaar. En waar is Saskia? Saskia? Welke Saskia? Mijn Saskia. Uw Saskia? Stokvis! Oh, die Saskia! Ja, nee, die moest weg, hè. Die moest naar huis. Die moest de vakantiefoto's nog inplakken. Simon, wat blijf je nou met die lekkere wijn? Maar dat is de pemvaar van moeder. En Henk Groot gaat die vrije schop nemen. Nee, of Muller. Groot. Ja! 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 Nou, dat is geweldig, Ajax. Iemand nog een glaasje verrukkelijke lunchbarge?
Jij begrijpt natuurlijk van Stokvis dat je daar bij Harmsen helemaal nooit mee inkomt met dat wangedrag. Ik vind vooral zielig voor Saskia. Zielig voor Saskia? Ja, die komt er nou natuurlijk ook niet meer in. Nee, dat moest er nog bij komen. Zeg, kan ze hier niet komen werken? Over mijn lijk! Plus, Stokvis, bij de RET kan je het natuurlijk ook vergeten. Wie zegt nou dat er wat gebeurd is? Ik! Ja, Nel. Nee, hè? Lekker puh. Maar waarom heb je nog gewassen? Zat onder de mayonaise. Goedemorgen, Hendrik. Henk. Ah, Henk. Klaar? Ja, trek even mijn jas aan. Klaar. Zus en ik gaan met z'n tweetjes gezellig een dagje statten in Amsterdam. Met z'n tweetjes. En dan gaan we vanavond naar Carré, naar Teun Hermans. Ja. Dat krijg je er nou allemaal van. Klaar. Ik heb een bij me, zus. Wat krijgen we nou? Henk mag mijn kuiten scheren. Over mijn lijk. Hier met dat ding. Zo. Zo. Ja. Gezellige dag nog, Simon. Ja. Ja, ja. Wasseretten de Bringer. Ogenblikje alsjeblieft. Voor jou, meneer Harmsen. Ah! Stokvis! Meneer Harms heeft natuurlijk Huis Scholten gebeld. En op Triool kom je er ook niet meer in. Ja, denk je? Ja, denk je, dat weet ik wel zeker. Ja, mijn Triool is maar alles, man. Ja! Meneer Harms, hè? Liverpool. Lijkt me gezellig. Ja, zorg u dan voor de tickets. Ik ga het met hem mee naar de uitwedstrijd. Ja, en breng Hoepjes ons dan met de rol naar Schiphol. Ja, heel graag. En ik neem aan dat we dan dus wel eerste klas vliegen, hè? Mooi. Ja, één ding nog. Ja, is het. Kan u er misschien voor 3 personen van maken? Want dan kan Saskia ook gezellig mee.